Welkom in deze nieuwe video van Bosta. Vandaag gaan we naar de markt en het regent is niet. Allee ja, nu toch nog niet. Wie weet dat het straks begint te regenen, maar nu schijnt toch de zon. En laten we hopen dat de zon even blijft schijnen. Dus deze mogen we zeker niet vergeten. Dit record tegen Pumba. Voor de wedstrijd, ik hoop dat hij gaat winnen. Dus met al die kleurtjes. Dus ik ga het eens binnenbrengen. We zijn bijna waar we moeten zijn. Dus, ik heb één keer mijn voet omgeklikt. De straat daar ergens. Het is een beetje zeer, maar het gaat wel op zich. Ik kom meer dichterbij, dus in de Graafskerk. Dus ik ben blij dat we er bijna zijn. Ja, normaal doe ik altijd met de fiets. Mama is ook al gehoord, mama die ging met de bus. Dus ik word hier actief op de bus erbij. Dat ik dus koos had om, ja, om te voet te gaan. Dus en straks gaan we eens een tekening op binnenbrengen. En hopelijk ja, wint hij. Dat is een 50-50 kans. Meten is ons belangrijker dan winnen. Dus het is een hele goede leeftijd. Dus we gaan eens kijken wat er nog aan die komen is. De fruit hebben we gekocht. Drie appelen. Vier appelen, geen aardbeien. Nee, jong, dat nog zo goed. En dan ben je op appel, want je hebt misschien een emmer. Dus, hè. Heeft er twee delen, dus je zit in zon en de schaduw. Een saté. Met paprika. Hier een paar patatjes. Ja, dat was. Ik heb nog wat dingetjes. Voilà. Ja, dat is het. Ik wil wat er is gebeurd op de markt. En dan verder we dan terug niet. Maar het is wel goed weer eigenlijk op zich. Ja. De zon schijnt. En die mag hier wel, ja, dat kan gebeuren. De zon schijnt dus. En het is wel leuk, ik had de zon schijnt. Het is onze traar trouwens. Een beetje. Dus daar is. En ze heeft ondertussen al appels. Ja. Moest ik voor je pijn geweest zijn? Dus had Snuffel sowieso aardbeien gekocht. Een Snuffel die is graag aardbeien. En want die is verslaafd aan aardbeien. Aardbeien stoepjes, aardbeien, aardbeien. Alles is alles als bij haar aardbeien. Dus ja. Maar zolang zij geen aardbeien te kopen, heeft Snuffel geen aardbeien. Nee, maar ja. Dus ze waren ook al aan de kerken bezig voor. We zijn ook al bezig om alles klaar te zetten. Want ja, gevoel zegt de lentedag. De lentedag is altijd wel leuk natuurlijk. Het is wel warm. Wij moeten zeggen wat de fun voor en zijn tekenen. Dus voelt toch niet zo lekker. Je hebt zo'n batterijen, je gaat verder. Want de batterij is nog niet echt gevuld. Dus en je gaat ook maar door, hè. En dat kun je niet doen. Dus het is toch niet zo gemakkelijk. En dan wordt er echt lui van. Ik heb nog niet gepakt. Dus dan gaan we nu naar de apotheek, want we moeten nog pilletjes hebben. En die gaan we nu eerst halen. Apotheek binnen, je ziet het. We zijn binnen met de apotheker. Maar nu staat in de vraag of je het bij of je het niet bij. Ik denk niet wel. Ah, een chans. Dat zie je het bij. Dat is helemaal een soort. Het is schattig, dat konijntje. Het is een schattig konijntje. Het is wel schattig. Ik weet niet wat de belangrijkste zit, dus zit er niet. Ja, wat zie je?
Ja, dat is ook kattige schrift. Het is beter, ja. Er was één of dingen voor een motilium en de andere was voor je andere medicamenten. Ja, dat is wel voor de maak. Ja, ik zie het. Ja, het is allemaal voor de maak. Dat weet je. Dat is het probleem. Dat is ondertussen. Nee, inderdaad. Ja, en dan die bank gerust van de wimmen erop. Van de stoortjes was hier al door een centje. Ik wou eerst hier afstappen met een bismuth, zegt u. Er zijn maar een ton dingen erin. Oh, dat is al veel. Ik hoorde mij niet met hem besturken, denk ik. Ik was altijd maar ongerust om naar mij aan het kijken, maar die duurt niet schroom. Ik kijk deze ook zelf, ik moet drukken zeker. Ik moest er toch al allemaal op de markt af, dus. Dus ja. Dat kan ik niet meer. De apotheker. Ja. Ik weet niet, kom naar mij. Uw epiletjes. Aha. Ja. De maalsteking. Ja, het is toch met de maal verbeterd, want het lastig is om toch voor het slaap. Ja. Kijk, dat lukt dan nog maar. Dat is nog op een zijde kruid, dat zit een beetje van sch**. Dit is wel eens goed pakken. Wat is dat? Ben ik lekker naar het werk. Dan moet je binnen slikken. En deze ook. Want ja, ik kan spullen. Dus, het is weer een hele stapel. Ja, ja dat wat ik gisteren gehaald heb, is niet van toepassing. Ik heb beloofd, alleen zijn vrouw wel, een foto dingen te doen als herinnering. Fotoshoot. Ja, zelf fotoshoot, dus vroeg aan zelf moeten we er verbellen of... Ja, is wel. Oké. Okay. Ja, maar dat komt dus elke dag, rap springt, maar eerst kan of niet kan en dan zullen we er eens verbellen. Ja, dan belden ze echt. Want ja, het kruist, want het is... Wat zei je? Als je het torenkruist van degene bewerkt niet, dan weet je het laat, want het is natuurlijk. Oh. Ja. En dan kun je beter, ja. Als je bent van bank, wat voor pannen moet je doen? Om voor te doen, maar toch nog een beetje. Maar ik hoorde dat niet zo graag. Ze vragen de fotoshoot en graag weer naar daar. Ja. Zeg stop. En doe wat ze willen. Oké, okay, nou. Vandaag vroeg staan jullie op een statief. Ja, jullie kunnen natuurlijk niet zien. Maar we hebben dus gaan vragen dat jullie ook behoort voor de fotoshoot. We hebben ook een briefje meegekregen. Want ja, binnenkort is het communie. Hè. Als we allemaal doorgaan. Maar dus, en daarmee ja, hebben we het ook bezet om een statief te nemen, omdat we dat ook gemakkelijker vinden om te vloggen. We zien ook bij veel YouTubers dat ze dat hebben. En deze kan je ook op de tafel zetten, dat wil dus zeggen dat er ook zo van die pootjes onder staan. Maar we zullen hem straks even in beeld laten, dat je wel een beetje kan zien welke dat is. We kunnen voor 15 euro gewoon trekken toch wel een mooie meerwaarde om te kopen. Goedkoper ga ik hem niet vinden, want ik heb hem nog nergens gevonden tegenwoordig. En ik ben zo niet echt een persoon die zegt, ik ga via internet bestellen. Dus ik altijd eerst verder. En deze kan ik ook gebruiken als ik op vakantie ga. Waar ik op vakantie ga, dat weet je sowieso. Het is altijd hetzelfde. Welk hotel het is, dat ga ik u niet zeggen. Dus hier staat wel die fiets. Kijk, deze fiets bijvoorbeeld. Dat vind ik al 209 euro. Mm. Die nul is. En die is daar ook een K3 fiets. Maar het is eigenlijk meer deze fiets. Nu dat ik een fiets ga kopen. Maar deze is goedkoper. Dus ik heb een K3 fiets. Een K3 fiets is goedkoper, hè. En dat is toch van de oude K3, dat ze zeggen, hè. Maar die K3 fiets zal dus niet, nee, die prijs staat er niet op. Dat is beter. Dat is Maya erbij, dat zou daar nog Maya erbij kunnen krijgen. En dat is altijd hier dat we gaan kijken. Pieter Konijn. Ik ken Pieter Konijn wel. Denk ik. Hoop ik. Hoe leesboek is van Pieter Konijn. Dat is een verhaal zo. Ik heb dat gezien in, op de DVD die ik toen mocht gebruiken van Natasja. Heb je dat gelezen? Gezien bedoel ik. Lezen. Zo raar zijn. Nou, dat zei dat ondertiteling was natuurlijk, maar het was geen ondertiteling. Het was echt kijken, want het was in het Nederlands. Dus. Maar ja, ik zie soms dingen die niet kloppen, maar het is gewoon met mijn kop er niet bij. Dan zeg je dingen die niet juist zijn en dan heb je dat zo. Chile is ook al een beetje veranderd, kijk. Daar zit Chile. Hoe is die vrouw? Ik als Michiel, ah wel, dat is hem daar. Zit hij. Chile. Eens kijken. Weer om te knutsen. Het is wel makkelijk, dat je dat zo kan houden. Ik ben eigenlijk op zoek naar spelletjes die heel speciaal zijn. En ook dingen om te proeven of zo. Ik ben ook op zoek naar om in de video te steken. Eigenlijk, zo dingen ben ik eigenlijk op zoek naar.
Dat wel leuk is, ik denk dat we dat 4 op een rij daar hebben gedaan op een speciale manier. Ik vind het ook wel leuk om zo speciale dingen te doen. Ja, zeker en vast om eens te proberen. Dus zeg je van ja, dat is wel speciaal, dan laat hij het weten in de comments. En dan kan ik eens kijken of ik het kan vinden. Ik moet dat ook wel kunnen vinden. Dus als je de buffet hebt of zo, en, dan kan ik dat misschien gaan halen. De bus. Geen draak. Alleen ook drakeneieren. Dat zal daarmee zijn. Maar dat is goed, als je hem op de website vindt, kan ik hem misschien daar nog afdrukken. Dus heb ik gepakt, de zonnebril, de tekeningen zit binnen. Wat lief? Ja, tot voor de camera, want ik film alles mee dat ik zei van ja, het is de camera. Dit is een zonnebril voor de zon. De zon schijnt. En trouwens, ik zie altijd heel veel PV's die toekomen met een zonnebril. Ook al is het niet zo zonnig, dus ik denk dat dit toch wel meevalt dan, hè. Om te kijken door een zonnebril. Ja, het is goed hier, dus de zon is om, hè. Dus, dat mag niet zijn. Ik heb daar trouwens ook een TikTok opgenomen. Een TikTok. Dat doe ik ook vaak tegenwoordig, TikTok opnemen. En die TikToks kun je allemaal zien op TikTok natuurlijk, op Sil Pollard. Kan je dat bekijken en daar kan je alles gewoon vinden. De zotte dingen eerst en dan de serieuze dingen, maar heel veel serieuze dingen neem ik daar niet op. Ik heb soms op één dag al 100 mensen die kijken. Ik had gisteren ook een video gepost en er was 142 dat er aan het kijken waren al meteen. Dus dat vind ik echt super leuk als mensen dat doen. Kun je ook gewoon onder reageren, dus als je daar wilt volgen, dat kan ik altijd. Nu gaan we richting huiswaarts en dan gaan we nog een shout-out geven. Dat ik de komende dagen ben vergeten door de situatie. Maar dat is logisch natuurlijk. De situatie is, we blijven natuurlijk proberen om toch een vrolijke vlog te maken voor jullie. En ik hoop alleen dat Denzo kan winnen met de fun dingen. Dus het is te hopen. Hij heeft in ieder geval een mooie tekening gemaakt. Die mevrouw die verschoot er wel van, want die zei ook van, oh ja, kan je dat afprinten? Nou, dat is goed om te weten, want ze had er blijkbaar geen papiertjes gekregen om dat te komen halen, omdat dat te kleuren. Ik heb dat gewoon afgeprint, omdat dat in mijn mailbox zat. Wilt u meedoen aan de wedstrijd? En het is toch voor 60 euro pakket dat ik kan winnen van Pumba. Dus dat vind ik wel mooi meegenomen om dat ook aan mee te doen voor hem. Dus, het is echt een Pumba-freak. Dus, en zo. Wat gisteren nog een vraag kreeg, of wat ik ooit met een jongen of een meisje gekust had. Oh mannetjes, ik heb al heel veel gekust hoor. Oh, al heel veel keren. Ik heb zelfs een kussen ooit gegeven aan Claudia. Buffet bijvoorbeeld. Ik ben ook eens echt verliefd geweest, maar dat was dan wel op een jongen. Die heb ik dan ook, maar die heb ik wel echt gekust op de mond. Maar voor de rest heb ik eigenlijk al veel vrouwtjes gekust, eigenlijk. Want ja, sommige BV's, als je die wil zien, dan geven die kusjes. En er stond niet bij op de mond of niet op de mond. Dus ik heb heel veel mensen gekust eigenlijk, vooral vrouwtjes. Ja, het zijn meestal de vrouwtjes ook kusjes geven. Dus ja, zo toch ja, van Shana, Claudia, van Shana, het groepnaam Shana, heb ik gekust. Ik heb ook gekust eens een keer met de mama van Laureline. Niet op de mond, maar bij de kaken. Toch ook eens kusjes. Laureline, denk ik ook dat was een kusjes gaf. Er is nog heel veel gepasseerd eigenlijk. Ze die kusjes gegeven hebben. En als het over mama gaat, mama heeft natuurlijk gekust ooit met mijn papa. Maar mijn mama heeft ook ooit gekust met Christopher Beke. De K3 van vroeger. De zwarte K3, daar heeft ze ooit mee gekust. Ik zet trouwens een foto van. Dus daar heeft ze ooit mee gekust. Dus eigenlijk, ja, ze heeft ook al met een vrouw gekust, hè. Dus, ja, en ze vond dat goed, want het is zelfs 2 keer gebeurd met Christopher Beke te kussen. Dus, ja. We hebben dezelfde dag namelijk. Het kieken was vergeten om een foto te trekken. En daarmee moest het opnieuw. Ja, toen vlogden we nog niet. Toen als we hadden gevlogd, was ik in de vlog gekomen. Maar ik heb wel veel gekust. En als het over knuffelen gaat, ja, heb ik wel heel wat gedaan. Ook vooral met vrouwen. En 1 keer met een man.
Nee, dat, ja, Thomas was toen geknuffeld. Ah nee, dat was bij Fabian. Fabian, die komt weer geknuffeld. Een bekende mens. Ja, ik heb al heel veel geknuffeld met bekende mensen. Want ja, andere mensen knuffel ik niet zoveel. En die is één keer met mijn schoonzus geknuffeld. Omdat ik peester mocht worden van de mooie prins. En zo. Ja, dus heb ik ook geknuffeld sowieso om haar te bedanken. Dus ja, ik heb al veel gekust en geknuffeld. En sowieso, vrouwtjes, kom maar af. Ik ben vrij. Vrij als een vogel. Vrij als een zon. Dus kom maar af. Dit is mijn nieuwe staande, maar ook mijn nieuwe handvat of hoe je het noemt. Ik ben daar een beetje kritisch van. Maar dit is voor de camera te doen. Zo ene had ik er trouwens één, maar die is kapot gegaan helaas. En dit is de nieuwe. En ik moest ook nog een shout-out geven. Dus dat gaan we eventjes doen. Ik was dus ook bezig met de video van vandaag. Die online moest komen, is niet geüpload. Allee, stond er op, maar YouTube heeft die volgens mij verwijderd. Ik kan niet zeggen wat zo is of niet zo is, maar ik denk dat het zoiets is. Even een shout-out nog. En dan kan ik afsluiten. Even kijken. En dat was voor Roos. Roos, dat past heel goed voor bloem. Roos, een heel mooie naam trouwens. Dus vond je dit een leuke video? Doe dan zeggen, mocht je niet abonneren. En ik ga nog wat verder genieten van de zon. Maar ook stressen om die video online te krijgen. En dan mijn pc marcheert. Dus het zijn nog drukke tijden. Tot ziens.